Oké, als eerst ga je naar Window, Package Manager en dan zul je zien dat de post-processing stack er nog niet in staat. Dus die moet je heel even downloaden en installeren. Dus dan doe je dat, even wachten. En dan zie je dat die geïnstalleerd is. Dus kan je dat wegklikken. Dan ga je naar Edit, Project Settings. En dan zoek je even onder Player, onder Rendering, zet je Gamma op Linear. Dat is een andere rendering van kleuren. En anders werkt onze post-processing niet. Dus dat hebben we aangepast. Dan zoek je je main camera. En dan maken we even een nieuwe laag aan. Add layer. En dan pak je gewoon de eerstvolgende en die noem je post-processing. Nou, die is dan aangemaakt. En dan zorg je ook even dat die layer daarop staat. Dus bij je main camera dat je layer op post-processing staat. Dan klik je onderin op Add Component en dan typ je iets van post in. En dan zul je zien dat er post-processing staat. En dan willen we post-processing layer hebben op onze main camera. En zie je dat het een soort warning geeft. Dat komt omdat je layer nog op post-processing gezet moet worden. Die hebben we natuurlijk net aangemaakt. Oké, dan is dat gedaan. Dan maken we een empty game object. En die noemen we ook iets van post-processing. Die geef je ook een component en dat wordt de post-process volume. Ook weer even de layer op post-processing zetten en zorg dat isGlobal aangevinkt staat. Als je dat niet hebt, dan past hij het alleen maar toe op een klein stukje en niet op je hele scène. Nou, dan moeten we ook nog een post-processing profile aanmaken. Daarvoor maak ik even een folder aan. En dan ga ik rechtermuisknop, create. Post-processing profile moet gewoon in het lijstje staan daar. Mijn kat is de stoel hiernaast aan het slopen. Dus die noem je ook even post-processing profile of noem het geef het de naam van de area waar het moet komen of zo. Nou, als je dat aanklikt, kan je effecten toevoegen. Nou ja, ik zou zeggen, ga vooral proberen en testen en kijk gewoon wat het doet. Een hele fijne is bijvoorbeeld color grading. Daarin kun je snel kleuren aanpassen. Moet je wel even zorgen dat je post-processing layer goed gelinkt staat. Want we hebben er wel één aangemaakt, alleen hij weet niet waar die op moet gaan werken. Dus zorg dat je die empty game object aanklikt, die post-processing, en dat je hem in de profile sleept. En dan zie je heel snel hoe snel je bijvoorbeeld de temperatuur kan veranderen, dus kleuren kan aanpassen. En daarom zeg ik, ga er vooral mee spelen en kijk gewoon wat het doet. Daar leer je het snelst van eigenlijk. Effecten zoals bloom, die heb je nodig voor als je je emissive wil laten poppen en echt ja, een glow eromheen wil hebben. Zoals je daarachter een beetje nu ziet.